Op je billen. Niet je bovenbenen hard maken, Cassidy, hè? Dan druk je jezelf omhoog. Even terug naar de draf. Leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie weer een keertje een vlog dat ik jullie meeneem naar stal toe. Ik heb het al best wel een tijdje niet meer gedaan, dus ik dacht het is wel leuk om vandaag een keertje te doen. En ik heb me net eventjes omgekleed en ik sta nu nog eventjes voor ons huis, maar we gaan zo meteen naar de manege toe. En mijn zusje heeft ook les en omdat zij les heeft ga ik in de andere bak. Ik weet niet of ze buiten of binnen gaat rijden, maar ik ga in ieder geval in de andere bak ga ik mojito rijden. En ik ga ook eventjes een manen knippen een beetje. Dus ik neem jullie vandaag daarin mee. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje leuk vinden. Nou, ik ben dus nu op de manege en bij Mootje in zijn stal. En hij is nog eventjes lekker aan het eten. Daar. En zoals ik al zei ga ik hem vandaag dus rijden. En ik ga zijn manen doen. Want ik heb dus een tijdje geleden zijn manen geknipt. Alleen als je het eenmaal één keer doet dan moet je het dus bijhouden. En het ene plukje is wat langer dan het andere plukje. Jullie kunnen het nu niet zo goed zien door de zon. Maar ik zal het straks nog even beter laten zien. En nou ja, het moet wel ietsjes korter, want het is nu echt al vrij lang. Dus ik ga het weer proberen te knippen. En ik ga ook een klein stukje van zijn staart afhalen. Maar mijn moeder zei van de week ook toen hij hem zag lopen. Oeh, misschien moet het toch nog wel even een klein stukje van zijn staart af. Want hij is niet extreem lang of zo. Maar nou ja, voor het springen mag hij dan net even ietsjes korter. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. En dan daarna ga ik hem lekker rijden. Want op dit moment zijn allebei de bakken bezet. Maar dat is straks niet meer. Dus dan kan ik of in de binnen- of in de buitenbak. En dan... ga ik me nog eventjes lekker rijden. Want ik zou eigenlijk vanavond dressuurles hebben. Maar ik heb best wel veel huiswerk. En ja, het is niet heel veel leerwerk. Maar ik moet heel veel verslagen en maken. En dat moet allemaal nog deze week. Want ik ga aankomend weekend naar Disneyland. Dus ik heb aankomend weekend heb ik er niet zoveel tijd voor. Dus ik heb dressuurles voor vanavond afgezegd. En ik ga morgenavond wel naar springles. Maar ik ga vandaag gewoon eventjes zelf dressuren. Want het is toch net even iets makkelijker dat ik niet helemaal... naar Kootwekkerbroek toe, waar ik dan train met hem. En kan ik makkelijk eventjes hier trainen. Dus dat ga ik zo even doen. Maar ik ga Mo nu eerst even naar de poetsplaat brengen. En dan gaan we eerst poetsen, dan manen, knippen en staart. Dan zadelen en dan eventjes lekker rijden. Nou, Margita staat ondertussen op de poetsplaat hier. En ja, hij is een beetje aan het kijken. Ik weet niet zo goed waarnaar. En mijn moeder die heeft mijn poetskoffer neergezet daar. En ik heb dus alles even omgezet in een nieuwe poetskist, omdat die andere een beetje kapot was. En die was ook de hele clip, waardoor die vast zat en zo was stuk. Dus mijn moeder zei, nou mag je het wel eventjes een keertje gaan overzetten in een andere poetskist. Dus dat heb ik eventjes gedaan. Het is gewoon een simpele poetskist die ik nog thuis had staan. Donkere. Dus dat gaan we doen. En we gaan nu eerst eventjes Mo poetsen. Even kijken. Zo. We beginnen eventjes met de ros. En eigenlijk wat het vooral bij Mo eigenlijk altijd wel is dat als ik wedstrijd heb, dan houdt hij zich altijd best wel schoon en wit. Ik hoef hem niet voor iedere wedstrijd te wassen. Dat is zo ontzettend fijn. Want bij de meeste witte paarden die überhaupt iets wit zijn, moet je iedere wedstrijd weer wassen. En dat is, vind ik gewoon echt zo niet ideaal om iedere keer te wassen. Maar hij is echt nu toch best wel redelijk vies, vooral zijn manen. Die zijn niet meer echt wit, maar gewoon een beetje bruinachtig. Dus ik ga hem eventjes lekker poetsen en dan daarna lekker rijden. Nooit met hem gedaan bij de oude eigenaar. Zei dus dat hij echt als de dood voor scheren is. En ik heb hem ook wel in de buurt van een scherenapparaat gezien. En dan vond hij echt niet leuk. Dus ik twijfel heel erg wat ik ga doen. Maar het begint dus nu al een beetje een dikke vast te krijgen. En ik had eigenlijk van de week al met de selectie voor dat talententeam. Dat ik toen ik klaar was, het was best wel warm die dag. Dat hij eigenlijk heel erg bezweet. Oh, sorry. Dat ik heel erg bezweet was. En dat het heel lang duurde voordat hij een beetje afgekoeld was en droog was. Dus ja, ik twijfel heel erg, maar dat moet ik nog eventjes zien. Nou, ik heb Mojito nu helemaal gepoetst. Ik heb niet een extreem grondige poetsbeurt gedaan. Ook niet eventjes heel snel, maar gewoon normaal. En ja, hij zat er altijd een beetje zo bij van... Maar wat ik nu dus ga doen, ik ga
de manen en de staart eerst eventjes goed doorkammen. En dan ga ik daarna eerst de staart knippen en dan de manen. Want de manen vind ik toch nog steeds best wel spannend, omdat ik heel erg bang ben dat ik het te kort doe of niet goed doe. Of dat ik scheef knip of zo. Maar de vorige keer is het best goed gegaan. Dus Moira hinnik trouwens omdat de vriendinnetje niet bij er in de stal staat. Maar die en de vriendinnetje rijdt namelijk in de les, dus daarom loopt ze iedere keer zo te roepen. Maar goed, ik ga dus nu eerst eventjes de staart en de manen doorborstelen. Oké, plan changed. Ik ga namelijk nu eerst Mojito zo meteen rijden. Want aankomende vrijdag ben ik er dus niet. Want ik rijd hier in de les op vrijdag. En aankomende vrijdag ga ik dus naar Disneyland. Uit school gaan we gelijk door tot en met zondag. Dus ik kan vrijdag niet in de les rijden. En mijn zusje die heeft zo meteen een inhaalles. En mijn moeder die heeft net eventjes gevraagd of ik ook die les kan rijden in plaats van vrijdag. En dat mag. Dus ik ga nu eerst even Mojito rijden. Mijn moeder is mijn zadel aan het klaarleggen. Want ik moet dan nu wel een beetje gaan haasten. Maar ik ga dus nu zo meteen de les rijden. En dan daarna ga ik even kijken hoeveel tijd ik nog heb om zijn manen te knippen. Maar ik ga nu dus Mojito eventjes snel opzadelen en dan ga ik rijden. Ga heel rustig voor jezelf, maak in volte halve baan rijden. En dan vanuit de volte de pas wat verruimen. Okay, goed ontspannen in je armen, Destiny. Destiny. Light it up, 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 yeah. Light it up, ride it out in the cut. Do your thing, turn it up, that's what's up. Put your voicemail on and let them know you're busy. You ain't gotta go home. 3 a.m. is buddy, you're with me. Come on, we're only getting started. Rijden en Lisanne is Monig eventjes aan het uitstappen. Die rijdt hier op de meneesje. En die vond het even leuk om uit te stappen. En les ging eigenlijk best wel heel erg goed. Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien, heb ik wel met Stiek gereden. En ik weet dat een aantal van jullie dat misschien niet helemaal mee eens zijn. En er natuurlijk dus wel altijd verschillende meningen over blijven. Alleen, ik heb het ook een beetje met mijn dresseurinstructrice over gehad. En zij zei van ja, hij mag nu wel een beetje doorgaan krijgen wat het eigenlijk inhoudt. Want hij weet het eigenlijk donders goed, maar hij heeft er eigenlijk niet zoveel zin in. En want 3 weken geleden liep hij op dressuurles zo ontzettend goed. Gewoon de hele les met zijn hoofdje naar beneden. En nu de laatste paar weken doet hij gewoon alsof hij het helemaal niet kent. Dat hij nooit mee in aanraking is geweest. Dus zij doet een slof of een tiedeman. Maar ik vind een slof of een tiedeman toch best wel heftig. En ook naar advies van weer dierenartsen. Heb ik ervoor gekozen om toch gewoon weer terug te gaan op het stiek. Omdat stiek vind ik zelf, ja, dan dwing je niet om in een houding te lopen. Dus vandaar dat ik nu weer met stiek een beetje ga proberen op te bouwen. Zodra het goed gaat, gaat het stiek er gelijk weer af. Maar het is alleen maar eventjes om hem er dus doorheen te krijgen. Maar ik was vandaag over het rijden zeer tevreden. Hij heeft het echt ontzettend goed gedaan. Echt, hij liep ook, zelfs in galop liep hij gewoon echt lekker. Hij liep echt heel fijn. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
En zoals jullie misschien wel zien, ik rijd dus nu gewoon met mijn normale cap op. Want in de vorige video over de selectiedag voor het junior talententeam, daar reed ik met een andere cap. Maar dat is mijn nieuwe cap en die gebruik ik, in het begin ga ik die alleen maar gebruiken voor belangrijke dingen. Dus wedstrijden en eventueel speciale dingen zoals die selectiedag. Maar vandaar dus. En ja, ik vond het echt heel fijn. Het is al best wel laat. Jullie ook op de camera kunnen niet zo zien. Maar het begint al een beetje donker te worden aan die kant daarachter. Dus ik heb ook besloten om vandaag niet de manen te gaan doen. Omdat ja, het begint zo donker te worden en dan is het niet ideaal. En ja, mijn moeder wil zo meteen ook naar huis toe, want ik ben met de auto. Dus ik moet gewoon mee. Maar ja, ik zou zo meteen, dus trouwens, we hebben nieuwe Shetlander hier op de manier. Die zou ik zo meteen eventjes aan jullie voorstellen. Het is echt super schattig. Maar ja, ik ben dus zeer tevreden over het rijden. Hier staat dus nu het chatje en hij zit eventjes tijdelijk hier. En over een tijdje gaat hij in de paddock. Hij is hier nu 2 avonden volgens mij. Het is nu woensdagavond en hij is maandagavond aangekomen. En het is een hengstje. En een palominootje. En hij is echt super cute. Als hij gaat hinniken is het echt helemaal... Dus dat is echt heel erg schattig. Kijk, hij is echt cute. Nou, ik ben dus nu weer onderweg naar huis toe. En ik vond het rijden echt heel erg laat. Ik had van tevoren, toen ik deze video wilde gaan maken, wel iets anders in gedachten hoe ik het zou gaan doen. Maar de plannen waren ineens gewijzigd tijdens dat ik aan het filmen was. Maar ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. Ik heb in ieder geval ontzettend lekker gereden. Echt heel erg fijn. En morgen heb ik weer mijn mootje springles. En daar heb ik er heel erg veel zin in. En ja, van het weekend ga ik dus naar Disneyland toe. En daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Ik kan echt niet wachten. Maar als jullie deze video nou leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou nog de selectie zien voor de junior stimuleringsplan? Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze asfalet. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!